Een bowlingbal met straal 10 centimeter rolt in een verticale V-vormige gleuf met een opening van 60 graden. En ze vragen wat de afstand is tussen het centrum van de bal en de onderkant van de bal. Dus dit is het centrum van de bal en de onderkant van de bal. En dit is de afstand die gevraagd wordt. Die openingshoek is 60 graden, dus dat wil zeggen dat die halve openingshoek 30 graden is. Ik denk dat het belangrijk is om hier al de symmetrie te zien. De belangrijkste tip dat ik hier kan geven is altijd hetzelfde, van probeer te kijken naar de betekenis van die dingen. Dus wat heb je hier? Je hebt de bowlingbal en die rolt in die gleuf. Die maakt dus contact met die gleuf. Waarom maakt die contact? Die maakt hier contact. Hoe maakt die contact? Dat is eigenlijk raken. En dan is, wat is raken? Raken, dat is juist één punt gemeenschappelijk. En dat, wat heb je? Er is een eigenschap die zegt dat raken aan een cirkel, dat die raaklijn altijd loodrecht staat op de straal. Dus probeer ook altijd de dingen die je weet zoveel mogelijk aan te duiden op je figuur. Dus wat hebben we hier? We hebben hier de straal. We hebben hier loodrecht. En wat zien we nu? Nu zie ik een driehoek verschijnen. Een driehoek waarbij ik twee hoeken ken, hier die 30 graden en dan loodrecht en de stapel. Vanaf je in een driehoek één zijde kent en twee hoeken, kan je altijd die andere zijde en de andere hoeken berekenen. En eigenlijk is het een tweestapsredenering, wat ik zelf altijd doe. Eerst gaan kijken van met welke gegevens wat kan ik allemaal berekenen. En dan pas in de tweede stap, welke formule moet ik gebruiken om, als ik een rechthoekige driehoek heb en ik heb een hoek en een straal, die andere zijde te gaan berekenen.